Kijk hier. Ja, jongen. Ja, heb je toch wel huizen, of niet? Kijk. Ja. Kijk. Ja, dit vind ik mooi. Je komt in een huis waarvan we natuurlijk niet weten van wie er zit. En je zit in een keukenkastje van iemand anders te gluren, maar we weten niet van wie. Ja, dat is wel apart. Ook wel een beetje eng, hè? Ja. Ik weet nooit wat je tegenkomt, hè? Nee. Lijk uit de kast. Oh my god, kijk die auto. Hoe heet aan een zwarte? Hoppa. Ja. Ze hebben een zwembad. Maar dat is wel een mooi huis, hè? Oh. Nee, hot top. Oh. Het is lekker warm, dit. Wat is dit? Hot top. Ja, echt? Ja, dat betekent... Is dat warm? Maar dat is wel romantisch. Kan je lekker... Dat is een mooie auto. Vet. We gaan hier naar binnen, jongens. Jongens, die kant op. Bismillah. Bismillah. Wow. Oh my god. Mama, kijk daar. Oh, een kacheltje. Mama, kijk daar. Een zwemmerige bad. Hier is een papa en een meisje. Oh, hier zijn nog foto's. Is het een DJ of wat is die man? Huh, toch? Ik weet het niet. Hele gezellige keuken. Ja, dit is een stuk groter keuken. Is met een eilandje. Koken, ja, dat scheelt heel veel, want we hebben de keuken in de gang. Bioscoop. Ja. Vet, hè? Hey! Pas op, hè, met reetkeren. Zo, jongens. Zo. Hallo. Kijk, we zijn er. Nou, jongens, ja. Nou, ik zit even te tellen. Ik zie een babystoeltje. Dat sowieso, maar ik zie ook heel veel kinderen. Even kijken. Ja, dat zijn er... ik zie er 5. 2 ouders, 5, 6 kinderen. Dat moet je dan wel met z'n allen kunnen doen. 7 mensen in zo'n kleine ruimte. 1, 2, 3, 4 dan, zou je zeggen? Je zou gek worden, jij. Kijk, hier is een bed. Oh my god. Maar douche, alles erin. Het is heel fijn dat wij geen bed hoeven in en uit te klappen. Ja. Het is sowieso fijn dat ik niks hoef te doen. Kijk hier, die Dior-schoenen. Papa. Wow, ik zit te denken, slaapt ook daar iemand? Maar zo'n matras, dus ik vind het een symbolische matraswes. Hè? Dat die waarschijnlijk ook gebruikt wordt en nodig is. Want anders kunnen mensen natuurlijk niet slapen. Er is altijd een verschil tussen je hebt het goed en minder goed en rijk en arm. Maar dit is niet alleen arm. Dit is gewoon in mijn ogen drama. Iedereen heeft een ander leven natuurlijk, maar als je het zo mee geconfronteerd wordt, is het, nou, vind ik het wel heftig. Ja. Kijk eens naar die kamer. Ja, dat is jouw klerenkast. Ja. Nou, moet je nagaan. Geen raam? Ik zou claustrofobie krijgen. Ik krijg er echt benauwd van. Ik moet ook gewoon weg. Ja, ik vind het heftig. Ik bedoel, ik kom ook van de straat en ik heb ook slechte tijden gekend. Ja, daar word je stil van. Oké, we gaan nu tellen. Nou, dit is 1 week. 2 weken. 3 weken. 300. 1600. 1700. 1800 euro. Dat geven hun in 1 week uit. Nee. 1800 euro. Dat is voor ons 18 weken. Echt, hè? Hoppakee. Dit is 5 euro. 10. 30. 50. 100 euro. 7 mensen. Ja. Dat is 14 euro. Ja. En we zijn met z'n tweeën. Ja. Dus we zitten ongeveer nog niet eens 30 euro. Nee. Voor heel de week. Met z'n tweeën. Dat is niet veel. Nee. Wat moet je nou aan eten kopen voor zoveel kinderen, voor zo'n budget? Ja, Wes. Vlees is duur, groenten zijn duur, dus dat wordt... Ja, maar dat gaat niet. Je hebt geen vlees en groenten met dit. Nee. We kunnen dat we wat afvallen aan het einde van de week, maar dat kan wel. Dat is voor mij een keer goed. Kijk je staan. Nou... Oh, dit was wel zo. Ik koop wel een nieuwe. Gehakt. Dat is wel een beetje een bevroren. Appetee. Beetje vlees. Groenten. Tadaa! Lekker. Huppatee. Dat is toch helemaal niet zo slecht? Nee, dat ziet er goed uit. Het is wel anders dan thuis. Zo kan het dus ook. Nou, zo kan het ook. Zo moet het dus ook. Ik ken niet dat ze denken van, we doen het anders. Nou, er is denk ik geen keus. Nee. Dus nou, dat is wel confronterend ook alweer natuurlijk, hè? Ja. Een eigen hokje, dat is echt luxe. Ik zou dat ook wel in de tuin willen. Wij zijn rijk! Hoe doen we dat? Nou, graag gewoon niet slapen. Dat is het opgelost. Ja, de reden dat je in de woonkamer slaapt is omdat je gewoon geen slaapkamers hebt. Ja. Moet eigenlijk niet kunnen, toch? Nee, de grote slaapkamer is er niet. Dit is de slaapkamer. Maar ook de keuken. En ook de vriesafdeling. Dit is de lijn, hè? Anders, handjes thuis, hè? Dus gaan mensen volgens mij hele rare dingen denken. Handjes thuis. Maar bij gebrek aan beter? Nah, handjes boven de dekens. Handjes boven de dekens. Nee, maar... Wel trusten, jongens. Gaat lukken dit. Dus wordt geen makkie. Veel en niet te duur. Luister, dit is 75 cent. Nemen die ook twee? Wat is dat? 66 cent. Vers is altijd duurder. Vers is duurder. Dat is het kloten in dit land. Gezond eten is duur. Ja. Rotzooi eten, daar kun je heel de week mee vullen. We pakken gewoon even een paar van die blikken, Wes. Het is wel boodschappen doen met hindernissen. Je moet echt tellen, rekenmachine bij, kortingen berekenen. Wij doen dit voor de eerste keer. En dan voelt het alsof het durable is, maar het valt echt niet te doen. Ja, wil je die? Ja. Oké, kom. Gaan we ze passen. Het is wel leuk dat wij nieuwe dingen kunnen kopen. En het is ook heel leuk dat, Ahmed en ik zelf ook wat kunnen kopen. Hij is wel lekker warm. Het is juist een mooie jas. Het is lekker zacht, ja. Ik koop zelden iets voor mezelf. Ik vind het wel jammer soms, ja. Maar ik ben al blij als... Als de kinderen gekleed zijn. Kijk. Hebben we samen één. Leuk, hè? Ja. Ik heb niet eerder zo'n dure jas gehad. Ja, voel ik me echt zo'n rijke vrouw. Ja. Dit is een hele mooie jas. Dit wordt een... €340, hè? €340. €340. Oké, we hebben nog drie. Ja, dat is heel... Ja, niet te geloven. Is er niet iets speciaals wat je graag wilt of zo? Kijk, Peach. Want je wil graag een eentje, toch? Ja. Yeah. Ongelooflijk, hè? Van 0 naar 100. Ja. Ja. Zorgeloos naar binnen en naar buiten. Nu is, ik geloof, iets van nou bijna €800 of zo. 800 en ik heb nog niet eens dat geteld wat erbij, hè? Kom. 160. Hier, doe maar betalen, Moussa. Meneer, doe maar. Ja, goed zo. Ja. Zijn jullie blij? Ja! Ja! Super blij. Iedereen is tevreden, iedereen is gelukkig. Ik ben ook gelukkig. Ik vind deze lekker. Ja, hun echt, die houden van snoep. Alleen maar snoepen. Ja. Ja. €72,10. Ongelooflijk. Geen woorden voor. Ik ben echt gelukkig vandaag dat ik mijn kinderen geef wat ik niet kan geven. Ik heb mij vandaag zeker rijk gevoeld, ja. Welkom in de bos. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja, heel veel zin in. Ik ken Mari van der Ven als kapper van Wendy van Dijk. Hij is heel beroemd. En ja, ik vind het echt geweldig dat hij mijn haar gaat knippen, dat hij aan mijn haar gaat komen. Wat is jouw droom? Wat voor haar zou je leuk vinden? Ik wil wel heel graag krullen. Gaan we doen. En het is leuk als u misschien bij hun zo'n streep kan maken. Kunt u dat? Streep, maar zou je dat doen? Dat is niet echt hip, hè? Ik vind dat echt vet. Oh, echt leuk. Ik ben zo blij dat de kinderen straks zo mooi zijn. Ja, hè? Het is eigenlijk niet beter. Nu heb je ook een beetje tijd voor jezelf, voor je haar en zo. Je bent zo druk met je kinderen. Nee, eigenlijk niet. Ik heb geen tijd voor mijn eigen haar. Het is wel belangrijk inderdaad dat je toch even een beetje tijd voor jezelf, een wimpertje, je haren doet. Papierie. Ja, dan begin maar te sparen. Dit vind ik echt het allerleukste van de hele week gewoon. Dat vind ik gewoon echt geweldig. Oh, echt joh? Ja, echt. Ja, ik vind het echt heel erg mooi. Dit is wat ik wou. Oh my god! Dit is een mooie kapsel, hè? Ik vind je super knap. Ja? Ja. Ik was wel echt emotioneel, maar moeten inhouden. Maar ik vind het gewoon echt geweldig dat ik door Mari geknipt ben. Ik voel me net een diva. Superster. Ja, superster. En ik wens jullie heel veel succes in je verdere leven. Dank je wel. Dank je. En dat gaat jullie zeker lukken, want jullie zijn een hele mooie familie. Dank je wel. En heel veel liefde voor elkaar, zie ik. Ja, dank je. Ja. En dat is heel mooi. Ja, dit is Babybank Goede Start. En wij geven hier aan ongeveer 50 gezinnen in Maastricht. Geven wij babyvoeding en luiers uit. Ja, ja. Ja. Baby zonder voeding en een baby zonder luiers. Ja. Dat kan niet, hè? Nee, we zijn hier vandaag van de familie Hoestijn. We komen iets ophalen, we weten niet wat, maar dat ga jij ons wel uitleggen. Ja, zij komen hier ongeveer een 3/4 jaar nu. Zij komen voor 3 kinderen komen zij luiers ophalen. Oké. Als ze uiteraard meer geld hadden, dan was dat niet nodig. Maar ik weet trouwens dat luiers dat soort babyspullen zijn natuurlijk gewoon hartstikke duur. Dus... Je weet dat heel goed. Ja, natuurlijk joh. Ik ben daar dan dat. Ik vond dit wel iets. Deze supersynthesizer. Als Moesta nou muzikaal wordt, dan kan hij later weer naar mij toe komen. Dan maken we hem een popster natuurlijk. Dat is wat we doen. De familie Hoestijn heeft het gewoon echt zwaar. En die worden daar warm ontvangen. Ze mogen ook speelgoed uitzoeken. Dat hebben we dan nu gedaan. Koffie drinken. Ik denk ook de oprechte betrokkenheid van zo'n Alexandra, van de mensen daar, doet hun denk ik ook goed. Doei doei! Doei! Bye bye! Hoi hoi! Mag ik kijken? Blauw. Kijk hoe mooi. Mag ik deze alsjeblieft kopen? Ik ga met haar uit eten en ik ga haar verrassen met de ring wat ik aan Amy vandaag heb gekocht. Ze is heel zorgzaam, ze zorgt goed voor mij en voor de kinderen. Ze verdient dat. Ja, dat is waar. Ja. Wat droom je altijd van? Van een range rover. En wat wil je doen op de motorkap? Dat mag je niet zeggen. Hebben we een... Oh mijn god! Dat is echt niet normaal! Oh my god! Ja, ja. Op onze liefde. Op onze liefde. Ja. Ik heb geen woorden voor, echt waar. Wow, joh, Mattie, dat kan niet! Ja, en hoe rijdt hij? Ik ben bijna klaargekomen. Post. Op onze liefde? Op onze liefde, op onze toekomst. Op onze kinderen? Ja, op onze kinderen en op ons rijkdom. Op onze toekomst, onze rijkdom. Oesters. Oh. Thuis eten we gewoon aardappelen, rijst met vlees en een pot groenten. Ik heb hier lekkere oesters voor u, natuurlijk. Oeh, lekker. Dank je. Ik heb dat nog nooit gegeten. Hoe moet je dat doen? Kijk naar mij. Zo, zo. Ja, het was wel echt heel lekker. Wat voel je van binnen warm, hè? Ja, van binnen, van buiten. Het was als een droom. Ja, heel mooi. Dat zo'n droom is uitgekomen. Ja. Ik wil je wat vertellen. Omdat je bent zo goed. Voor mij en voor de kinderen wil ik jou een geschenk geven. Kom eens. Alsjeblieft. Oh my god. Het is echt mooi. Ja, zo? Ja. Dat is gekozen door Amy? Ja, echt mooi. Ja, zeg voor mama. Ja, ik werd heel erg emotioneel, want het was een heel romantisch gebaar en de woorden die hij zei, die raakten mij. Wij horen bij elkaar. Ieder potje. Dat is een dekseltje. En je bent mijn dekseltje. Zeker de eerste 24 uur was voor mij een mega tegenvaller. Ik stond echt bevroren en stil, dus ja, ik moest gewoon voor mezelf weg. Ja, had dat moment, maar ik moest er echt aan wennen en ik heb dus ook niet echt goed geslapen. Maar uiteindelijk, ja, de laatste 3 dagen, 4 dagen, prima. Ja. Zo Wes. Nou jongen, hebben we alles mee? Ja. We gaan. Bye bye. Nee, we hebben echt geen zin om naar huis te gaan. Het was zo leuk. En wat ga jij echt missen? Die hot-top. Ja, dat dacht ik wel, ja. Let's go. Zo, kom maar, je gaat in de auto. Ja. Doei! Doei, huisje! Doei, huisje! Doei, huisje! Arafadachi! Arrivederci. Neem even een kilo steentje mee, hè? Nou, daar zijn we weer. Zo! Daar zijn we weer. Appetee! Lekker, jongen. Het was een heftige week. Confrontatie met de realiteit, maar ook met eigenlijk weer jezelf. Hè? Je wordt ook geconfronteerd met jezelf, dat je een beetje verwend bent natuurlijk, hè? Allebei wel. Soms is het lastig, maar we flikken het altijd weer. Flikken het altijd, jongen. Goed gedaan, man. Ja. Thuis, home sweet home. Een briefje. Lieve familie, dankjewel voor de leuke week. We hebben nog geld van het budget over. Groetjes Wesley en Bas. Oh, dat is lief, hè? Ze hebben nog geld bewaard voor ons. Zoveel! Hoe hebben ze dan overleefd?